Ik jakker als een hond, gekrakkeleerde voeten stampend in de regen. Te snel voor de hel, voor de hemel, te beneveld. Ik poker in de trein met doorgeroeste ouderwetse krijgers. Hoe diep die ook kan zwemmen, deze kikker blijft een kluifje voor een reiger. Waarom is er een fles altijd leeg? Waarom staan de kelen droog? Tandeloze tantes op het feest. Waarom is de rumfles leeg? Waarom is de rumfles leeg? Gasten met zo'n donker kruis getatoeëerd op de rug. De vallen raken klappen en iedereen gaat neer. Niemand kan ontsnappen aan de kracht van een onderliggend zaak. Waarom is de rumfles leeg? Martinus Wolf! Joris Pessek, Geert van Bever, Ernst Leuf, Martinus Wolf, Laura Aarts, Carmen Baken, Ger van Leerbergen, de Klaagmachine, wie staat erachter? Alain Hubert, Lut van Noten, Sophie Le Gon en de tekenaar Jean-Maria Casquet,
Tito, Dimitri Sakadopoulos, Serge Baken en de panda Jirka de Preter. En natuurlijk, last but very not least, Irene Vervliet. En dan wel last but very least. En Vitalski, dank u. En Bert Luggie. Bert Luggie. Degene die we nu nog vergeten zijn, die verdient het. Is het van een chef Bon aan de techniek? Mag ik eens iets vragen? Hoe komt dat jij dan burgemeester bent geworden hier vanaf Antwerpen? Zo'n afgezaagde vraag. Vertelde jij dan nog maar eens die mop van die drie konijnen dan? Hè? Nee. Zo'n afgezaagd. Vertel die mop nog eens van die drie konijnen hierin, om af te ronden. Dat dat de meest afgezaagde vraag is dat je mij kunt stellen, dat is puur om mij te koeien. Ik weet dat niet. Jawel, en om u terug te pissen, zeg ik, dan vertelt die mop nog eens van die drie konijnen. Zijn er hier Limburgers aanwezig, even op de Willeman? Niet de ene Limburger, ja, dat kan ik ze vertellen. Wel, goed in uw micro spreken, dan smort je sigaret erna, want anders gaat het weer helemaal mislopen. Irene, dames en heren, is de enige vrouw die ik ken die op haar 80-jarige leeftijd van haar dokter het advies kreeg dat ze terug moest beginnen smoren. Hij moet wel in hun micro spreken, hè? Als ik niet smoor, zit ik ziek. Op welk pakje staat wel fumé, tuig of roken is dodelijk, maar voor mij dus niet. Zeg, Vital, laat dat maar van die mop doen, denk ik. Kom op. Ik stond eerst niet aan mijn mop mee te lachen, want ik zou vertellen, niemand lacht er mee. Punt 1. Punt 2. Ik weet het niet, ik vind het verschrikkelijk, maar alleen, moet ik het doen? Ja. En daarna moet ik mensen nog attenderen. Waar moet ik dat? Daarna moet je allemaal vliegen, spreken het volk om me zijn, want die moet alles drinken. Ja, dan zal ik ze beter niet vertellen. Allee, Jan. Wacht even. Ik zal in de micro smoren. Maar muzikanten kunnen ondertussen al beginnen inpakken. Dat mag, hè. Maar die micro gaat niet, hè. Gaat die? Maar zegt die? Moet je maar. Mannekes, maar kan je zo ver uit dit vroegen? Wil dat ik allemaal eens heel hard lachen en die mop vertelt? Ik denk dat zo waar, dat ik hier een mop zit te vertellen en niemand lacht, daar doe ik niet mee. Dus wil dat eens alsjeblieft lachen als ze gedood is. Ik zal zeggen wanneer dat ze gedood is. Dat zijn dus draakkonijnen. Die op dartelen zijn in een bos. Een Limburgs konijntje. Een Antwerps karretje en die van de West-Vlaanderen. En die zijn aan het huppelen en aan het spelen. Maar er is ook een stroeper en er staat een val. Dus die konijntjes met hun spelen geraken verstrikt in die strop. Die zitten vast bij hun poetjes. Die kunnen niet meer weg. Nou, zet die in Antwerpen er, zeg. Dan denk je toch niet dat ik hier heel de tijd ga blijven zitten. Ik ga een keer mijn poot afbaten en dan ga ik wel terug op draaivoeten in het bos kunnen huppelen. Dus die Antwerper is lief, die bit de poot af en die huppelt op draaivoeten in het bos. Door een tijdje zei hij bij West-Vlaanderen, ik ga dat ook doen. Dan beter op draaivoeten lopen als hij maar in die val te zitten. Oké, die bent ook zijn poeten en die rippelt ook op draadpoetjes in het bos met zijn naad waarop zijn vriend. Dus, die Limburger zit nog altijd in die val. Nou weten wij allemaal als Antwerpen, daarmee dat ik het vroeg, dat de Limburgers niet zo direct clever zijn. Het werd er gezegd in Antwerpen, hè? Ik weet dat niet of dat waar is. Of die twee mannen zeggen, zeg gewoon dat toch niet zingen om zijn Limburgse vriend, hè? Hoe dat erbij is. Die is zich al drukker op die val. Die zin die er nog altijd met zijn poetje in die strop zitten. Maar wel, wat doet jij dan ook? Wat zit jij dan?
Ja, zei die Limburger. Nou heb ik al 3 poten afgebeten. Ik zit er nog altijd in. Laat dat allemaal maar hebben. Ik heb het allemaal. Dankjewel, dames en heren. Die zal toch ik gaan stoppen als je niet gaat zitten. Dankjewel, Vital. Dankjewel, Irene. Dat was het dan. Zal ik nog eens iets zeggen? Ja, maar zo, ze verstaan u zo wel, zo, want de techniek moet naar standbij. Verstaan toch allemaal zo? Ja. Zee, dat is dat de eerste keer dat ik hier kom, hè, en dat bestaat al 25 jaar, dat museum. Ik doe me schat, moet ik zeggen dat dat de eerste keer is dat ik hier kom. Maar dan kun je dat wel voor excuseren, want dan kan ik als zuiderling nog in het moderne museum komen. Nee. Dus dat is een goed excuus te maken. Allee, het is gedaan, dames en heren. Dank u wel.